De A9 deze morgen iets ten noorden van Haarlem. Een boom valt net naast een rij aanschuivende auto's. Op de ring rond Amsterdam was het laveren tussen afgerukte takken. Olie ontwortelde heel wat bomen tijdens de doortocht. Deze drie bomen in Haarlem steunen nu tegen de huizen. Elders kwamen bomen op geparkeerde wagens terecht. Helaas vallen er ook slachtoffers. In Haarlem kwam een vrouw van 51 om in haar auto door een omvallende boom. Ook een bus werd geraakt. Hier bracht de chauffeur het er levend vanaf. In Den Haag kwam een boom op een tram terecht. Het is de eerste zeer zware zomerstorm ooit in Nederland. Om in die categorie te komen, moet het minstens een uur lang 11 beaufort waaien. Dat was vanmorgen het geval in IJmuiden. Daar werd ook een windstoot gemeten van 145 km per uur. De storm leverde ook veel problemen op voor reizigers. Het treinverkeer in Noord-Nederland werd helemaal stilgelegd. En op de luchthaven van Schiphol zijn 400 vluchten geschrapt. De hinder daar kan nog tot 4 uur vanmiddag duren.